Hallo, ik ben Danny Simons, educatief adviseur basisonderwijs voor uitgeverij van In voor een groot gedeelte van de provincie Antwerpen. Ik ben afkomstig van de Limburg en dat zul je ook wel horen in mijn verhaal, maar ik woon een kleine 34 jaar in het Antwerpse en ik moet zeggen, men heeft me daar al wel goed aanvaard. Ik ben, zoals je kan zien, een echte Burgondier. Ik ben sowieso een vroege vogel, een gezonde ADHD'er. Ik ben sowieso ook een duiveldrinker. En ik ben een superfan van ijsbrekers. Hallo allemaal, ik ben Sophie Thijs, ik woon in Herselt. Ik geef les in het eerste leerjaar in Herentals. En ik ben de fiere mama van Louie en Josephine. Hallo allemaal, ik ben Geert Liebaard, uitgever wiskunde bij uitgeverij Vanin. En ik ben heel fier dat ik met dit team straffe auteurs en collega's bij Vanin ijsbrekers voor jullie heb mogen ontwikkelen. Ik ga zo dadelijk jullie vragen beantwoorden. Goedemiddag, beste leerkrachten, en welkom op deze online startsessie van IJsbrekers. Chapeau dat jullie tijdens deze vakantie toch maar weer de tijd nemen om dit online webinar te volgen. Tijdens deze online startsessie willen we je helpen bij de opstart van het nieuwe schooljaar en meer bepaald hoe je ijsbrekers optimaal kan inzetten in je klaspraktijk. En wees gerust hè, je staat er niet alleen voor. Bijna 80 scholen zullen met ijsbrekers straks van start gaan. Normaal gezien hadden deze startsessies doorgegaan op verschillende locaties in het Vlaamse land. Maar omwille van de maatregelen omtrent corona, die soms nogal wijzigen, doen we het vandaag via deze setting. Ik wil bij deze ook even de startkatern onder de aandacht brengen. Deze startkatern kon je vooraf al downloaden en doornemen. Heb je dat niet gedaan? Geen probleem. Ik toon je straks in Bingel waar je deze startkatern kan terugvinden. Maar belangrijk is wel, deze startkatern is dé lectuur om op je nachtkastje te leggen, naast de alle andere tijdschriften. Voilà, mensen, het ijs is gebroken. We gaan er een lap op geven. Jullie hebben gekozen voor met de ijsbergmethodiek van start te gaan. Wat houdt dat nu concreet in? Doel van goed wiskundeonderwijs is leerlingen aanzetten tot inzichten in wiskundige procedures en concepten en anderzijds ook aanzetten om deze basisprincipe toe te passen bij het oplossen van uitdagende problemen. Hoe gaat de ijsbergmethodiek hiermee van start door de lerenhouden spiraalsgewijs te ordenen in samenhangende modules of blokken, door trapsgewijs te vorderen vanuit die onderste laag van het motorische naar het mentale handelen. En het principe van herhaling, zeer belangrijk, het variatie in oefenvormen en hun voorstellingen maakt van herhaling geen saaie bedoeling. Laten we even kijken naar die verschillende lagen in die ijsberg. De ijsberg is een metafoor, een stukje een praktische voorstelling om aan te tonen hoe leerlingen groeien vanuit die onderste laag naar die bovenste laag. En laten we even die lagen in detail bekijken. Onderaan, ik begin in laag 1, dat is het niveau van de wiskundige wereldoriëntatie. Hier gaan we redeneren met concrete materialen. We gaan dus bijvoorbeeld vijf appels en twee appels, dus heel concreet werken. Om vervolgens in een volgende laag 2... Het niveau van de structuurmodellen, daar gaan we die appels vervangen door eventueel modelmaterialen, klikblokjes. Ik geef ook een ander voorbeeld, bijvoorbeeld een kralenketting. Om vervolgens naar laag drie te gaan, en dat is het niveau van de schematische denkmodellen, we gaan hier in feite de structuurmodellen schematiseren. Denk aan getallenlijnen, denk aan een pijlenvoorstelling, denk aan de verhoudingstabel. Om uiteindelijk te komen in die laag 4, en dat is het niveau van de formele bewerkingen. Hier gaan we vooral naar het abstracte toe. Goed, laten we, belangrijk bij deze slide ga ik ook vertellen: in alle lessen ga je zien in welke laag die les, die doelstelling zich bevindt. Eveneens bij de toetsen ga je zien dat elke toetsvraag heel mooi aangeeft welke laag hier ook getoetst gaat worden. Goed, ik ga even het programma van vandaag vertellen. Kassebiet beginnen met die indeling en het jaarplan. Sophie gaat met jou duiken in een lesgang van A tot Z. Dan is er een kleine pauze. Na de pauze neem ik het terug over en ga ik vooral tonen waar je in ijsbrekers de materialen voor jou als leerkracht vindt, maar anderzijds ook wat Bingel kan betekenen voor je leerlingen. Dan hebben we een volgende pauze en we komen uiteindelijk uit bij een vragenronde. Vragen kan je tijdens de voorstelling niet stellen. De meeste vragen hebben we trouwens al verwerkt in onze presentatie, maar straks in het laatste gedeelte kan je sowieso je vragen stellen en zullen Geert en ik deze vragen proberen te beantwoorden. Goed. Laten we even gaan kijken naar de opbouw van IJsbrekers eerste leerjaar. Nu, dat is voor alle leerjaren zo. We werken in IJsbrekers in modules. In eerste leer voorzien we vier werkschriftjes. Ik ga er eentje in detail bekijken, werkschriftje 1a. Daar werken we met drie modules, drie blokken. Je ziet staan getalbegrip tot 10, getalfamilies tot 5, optellen en aftrekken tot 5. En daarnaast zie je ook altijd heel mooi staan de lestijden die wij voorzien. Niks belet jou om daar eventueel meer tijd aan te besteden. We kijken naar boekje 1b. Ik ga die niet allemaal overlopen, maar je ziet staan, er zijn vijf blokken, vijf modules in boekje 1b. Boekje 1a is meestal tot herfstvakantie. Boekje 1b, dan situeren we ons ongeveer aan de kerstvakantie. Laten we gaan kijken naar boekje 1c en die neem ik er wel even uit. Want in dit boekje zit alles omtrent meten, meetkunde en omgaan met tabellen, data en grafieken. Dan kom ik uit bij boekje 1D en daar zijn vier modules van belang. Nu, belangrijk om te zeggen, hier is boekje 1C en 1D. Je hebt die momenteel ook nog niet, want ik vermoed dat je allemaal 1A en 1B al ontvangen hebt. Heb je het niet, komt zeker eerst daags toe. Maar ik neem boekje 1C er even uit. Waarom? Dit boekje ga je geregeld teruggrijpen om een blok af te werken, want het bestaat uit vijf blokken. Niks belet je om dat boekje in één keer te doen, maar de ervaring leert ons dat de meeste scholen die blokken een stukje verdelen overheen het schooljaar. En kijk maar naar mijn volgende slide. Daar zie je de jaarplanning heel mooi staan. Nu, het enige waar je nu even rekening moet, moet, moet mee moet houden is boekje 1c. Dat komt eraan tegen de herfstvakantie. Maar volgend jaar kan je dat boekje gewoon inzetten, desnoods al na blok 2, dat bepaal je zelf. Maar je mag ook onze planning, die we elk jaar uitschrijven, mooi volgen als je daar geruster in bent. Goed mensen, jij als leerkracht staat aan het roer van jouw weekplanning. Hoeveel lessen zitten nu in ijsbrekers per week voorzien? We voorzien vijf lestijden van 50 minuten en één lestijd zie je staan verdeeld over de week. Dat is in feite elke dag die tien minuten, dus vijf lestijden verdeeld over de week. Wat zit in die vijf lestijden verdeeld over de week? Daar zit die vijf per dag in. Sophie gaat dat straks heel mooi illustreren met een voorbeeld. En het prent het in principe, dat zijn het memoriseren van rekenfeiten. Dat zijn twee zaken die wij straks bij Sophie in haar verhaal heel mooi aan bod komen. Voilà. Dan ga ik even het woord geven aan Sophie die nu met jullie in een lesgang duikt. We zullen samen een lesgang van A tot Z bespreken. Bij elk blok hebben we eerst een overzicht van alle lessen in het blok, een checklist, daarnaast een blokplanner, een handleiding, een werkschrift en toetsen. Er zijn bloktoetsen en er zijn ook tempotoetsen. Hier zie je duidelijk de inhoudstabel. Alle lessen staan netjes onder elkaar. Vijftien lessen voor blok A1, getalbegrip tot tien. De doelen van de les zijn telkens de lestitels, dat is dus het kerndoel van de les. En daarnaast zie je de ijsberg met de laag waarin er gewerkt wordt. Hier zie je de checklist van blok A1. Dit is eigenlijk de inventaris van alle materialen die je nodig hebt. De linkse kolom zijn materialen die bij de methode bijzitten. De rechtse kolom zijn materialen um, zoals bijvoorbeeld de klikblokken, de rekenbalans die je in de klas aanwezig hebt. Aan de linkse kant zie je hier de materialen bij ijsbrekers. Er zijn uh, kopieerbladen, specifieke kopieerbladen. Er zijn ook algemene kopieerbladen. Aan de rechterkant zie je de andere materialen, zoals de klikblokken. Er staat telkens bij hoeveel uh, kopieerbladen je nodig hebt. Hier zie je duidelijk uh, een overzicht van het aantal kopieerbladen per leerling, per twee leerlingen. Dus dan weet je hoeveel kopieerbladen je moet maken. Uh, er zijn algemene kopieerbladen en specifieke kopieerbladen. De algemene kopieerbladen zijn kopieerbladen zoals de linkse die je hier ziet. Dit zijn kopieerbladen die bij andere lessen ook nog van toepassing zijn. Rechts is een voorbeeld van een specifiek kopieerblad. Dan hebben we hier de blok Planner. Uh, het is heel handig dat je een week op voorhand telkens gaat kijken naar de lessen voor de volgende week. Dan zie je in de blokplanner, bij elke les staat er heel duidelijk welk materiaal je nodig hebt. Welke kopieerbladen je moet nemen, het, welke kopieerbladen er nieuw zijn en welke je kan hergebruiken. Bij les 9 voorzie je per leerling kop, uh, het werkschrift uiteraard, dan per twee leerlingen kopieerbladen. Er zijn dingen die je kan hergebruiken uit vorige lessen. En bij de rechtse kolom zie je weer materialen die je... Vanuit je klas kan um, gebruiken bij deze les. Dan hebben we hier de handleiding. Um, de handleiding wordt altijd volgens een bepaalde structuur um, gegeven. In elke les is deze structuur dezelfde. Les 9, getaalbegrip tot 10. Ik kan hoeveelheden tot 10 vergelijken. Dit is de lestitel, dat is het kerndoel van de les. Daaronder staat nog de leerlijn, ontwikkeling van getalbegrip, het blok getalbegrip tot 10. Dit is les 9 van de 15 lessen. Daaronder heb je de overige lesdoelen en dan ook nog suggesties. De suggesties zijn extras, creatieve extras, die mogen, maar die moeten niet. Je ziet ook telkens de ijsberg staan rechtsboven en die duidt dan aan in welke laag je gaat uh, oefenen. Dan hebben we de 5 per dag. Bij ijsbrekers werken we in blokken. Het is heel belangrijk dat de leerlingen zich goed kunnen verdiepen in bepaalde leerinhouden en daarom kiezen we ervoor om gedurende 10 lessen, 15 lessen, echt rond één bepaald onderdeel te werken. De leerstof zal dan zeer, zeer goed gekend zijn, maar er is natuurlijk nog wel nood aan herhaling. Deze herhaling gebeurt aan de hand van de vijf per dag. Deze moet je niet voor de les doen, je kan ze doen als tussendoortje of aan het begin van de dag. Of als je voor je speeltijd nog tijd hebt, kan je nog een oefening hiervan nemen. Dit zijn heel vaak oefeningen waarbij je kan bewegen. Dus ook als bewegingstussendoortje. tussendoortje um, kan je ze zeker gebruiken. Maar het is wel heel belangrijk dat je deze toepast, omdat op deze manier de leerinhouden die gekend zijn vanuit andere reeksen nog eens herhaald worden en dan weer fris in het geheugen zitten. Les 9. Begint steeds met een startactiviteit. Elke les begint met een startactiviteit die betekenisvol is. Bijvoorbeeld een spel of uh, een verhaal kan dit zijn. Of een probleem. De bedoeling is hier dat de leerlingen geprikkeld worden, dat ze gaan nadenken, ze worden gemotiveerd om het doel te bereiken. We koppelen daar dan ook het lesdoel aan, het kerndoel van de les. En zo gaan ze doelgericht te werk. Uh, het is heel belangrijk dat leerlingen weten. Wat het doel is van de les, wat ze gaan leren. En daarom uh, noteer ik dat ook altijd op het bord. De lesgang is steeds dezelfde bij ijsbrekers. We hebben de start, daarna hebben we een kern, voordoen en samen doen. De verwerking per twee en alleen. En daarna hebben we de afronding. Dan zijn we bij de start. Hier begint de eigenlijke les. De startactiviteit is betekenisvol. Het kan een probleem zijn, het kan een verhaal zijn of een spel. De leerlingen worden geprikkeld, ze gaan nadenken en ze zijn gemotiveerd om meer te weten te komen, om te gaan leren. Het lesdoel gaan we daarna heel duidelijk verwoorden. Het is belangrijk dat de leerlingen weten wat ze gaan leren, zodanig dat we um, doelgericht kunnen werken. Ik schrijf deze ook steeds op het bord. Dit is ook belangrijk voor de evaluatie. Achteraf kunnen we nog eens terug gaan kijken naar het lesdoel. Is het doel bereikt? Hier zien we dat er een het icoontje van de bordles, dus dat er een bordles is bij deze. Uh, activiteit. Dan zijn we bij de kern van de les. We hebben de kern is, bestaat uit twee onderdelen: het voordoen en, voordoen en het samen doen. Hier gaan we voordoen. Hier ben je eigenlijk als leerkracht het model. Dus je gaat voordoen, handelen. Je gaat verwoorden wat je doet. Je gaat luidop nadenken. Je gaat gerichte vragen stellen aan de leerlingen. En zo ga je het leerproces op gang brengen. De leerlingen gaan kijken en ze gaan antwoorden op de vragen. Hier uh, is het heel belangrijk dat je goed toont wat je doet en verwoordt wat je doet. De gerichte vragen die je stelt staan steeds in cursief in de handleiding en de antwoorden van de leerlingen staan er ook steeds tussen haakjes bij. Dan zijn we bij de volgende fase: het samen doen. Hier gaan we terug de oefeningen hernemen. De leerkracht gaat terug de instructies geven, maar de leerlingen gaan zelf manipuleren. Ze gaan zelf handelen, ze gaan aan de slag. Ze luisteren naar de opdracht, ze gaan meehandelen met het materiaal en de leerkracht doet voor. Verwoord weer, de leerlingen verwoorden mee en ze antwoorden op de gerichte vragen die weer gesteld worden door de leerkracht. Deze vragen staan weer inclusief uh, in de handleiding en de antwoorden van de leerlingen staan er ook steeds bij. Dan zijn we bij de volgende fase van de les, de verwerking. De verwerking gebeurt hier per twee. Er worden homogene groepen gevormd of heterogene duo's. En de leerlingen gaan aan de slag. Ze gaan werken met materiaal, ze gaan aan elkaar verwoorden. Dat is een heel belangrijk onderdeel van het leerproces: het kunnen uitleggen van de leerinhouden aan elkaar. Ze gaan noteren. En zo tot de juiste oplossingen komen. De opdrachten staan uh, soms op het bordboek, soms zijn er kopieerbladen, dus dit is afhankelijk van de les. Ze gaan uh, kaartjes gebruiken, materiaal gebruiken en zo gaan ze samen aan het werk. Uh, dit is een ideaal moment om als leerkracht te gaan observeren, rond te gaan, vragen te stellen. Luisteren naar of de verwoordingen uh, kloppen, of de leerlingen de handelingen juist doen, of ze de oefeningen eigenlijk onder de knie hebben. En dan kan je als stilletjes groepjes beginnen maken van de instructieafhankelijke leerlingen, instructiegevoelige leerlingen en instructieonafhankelijke leerlingen. Er staan telkens tips bij voor leerlingen die de leerstof heel snel onder de knie hebben, dat er nog extra oefeningen zijn of verdiepende oefeningen, zodanig dat elk groepje op het niveau uh, kan verder werken, op het eigen niveau kan verder werken. Hier zie je kinderen aan de slag. Uh, ze leggen het materiaal, noteren en verwoorden aan elkaar. Daarna volgt dan het alleenwerken. De leerlingen krijgen nog een opdrachtje om zelfstandig te maken en daarna gaan ze aan de slag in hun werkschrift. Tijdens de fase per twee heb je duidelijk al de groepjes kunnen indelen. Dus de instructieafhankelijke leerlingen gaan aan het werk tijdens de verlengde instructie met de leerkracht of de zorgjuf. Zij maken een beperkte reeks basisoefeningen, uiteraard met materiaal. Dan hebben we de instructiegevoelige leerlingen. Zij gaan zelfstandig de basisoefeningen maken, eventueel met materiaal. Je ziet daar het icoontje van de tempodifferentiatie. Dus zij kunnen. Aan de slag met die oefeningen daarna. En dan hebben we de instructie-onafhankelijke leerlingen. Zij gaan zelfstandig oefeningen maken en daarna nog de verdiepende oefeningen. Je ziet met de blauwe achtergrond, dat is het icoontje voor de verdiepende oefeningen. Hier zie je een voorbeeld van het werkschrift. De leerlingen gaan aan de slag. Eerst ga je uiteraard de oefeningen uitleggen aan het bord en daarna kunnen ze op hun eigen niveau aan het werk. Je ziet de icoontjes. Daarnaast zie je uh, en de hele reeks icoontjes die uh, worden gebruikt in de werkschriften. Het is heel belangrijk dat we die duidelijk nog eens uitleggen altijd voor de les, zodat de leerlingen van het eerste leerjaar deze uh, leren kennen. Dan zie je oefening 1 en 2 zijn basisoefeningen. Oefening 3 is tempodifferentiatie, daar is ook een bingeloefening bij. En oefening 4 is niveaudifferentiatie. Onderaan zie je dat er ook nog ruimte is voor uh, de zelfevaluatie. Het is heel belangrijk dat leerlingen een zicht krijgen op hun eigen leerproces en dat ze zelf kunnen nadenken daarover en aanduiden: kon ik het al vlot, had ik nog een beetje hulp nodig of was het toch nog moeilijk? Op het einde van de les is er dan nog een afronding, uh, hier kan je terugkoppelen naar het lesdoel. En is er nog een activiteit om uh, nog eens samen in een groepje oefeningen te maken rond dit lesdoel? Dan is eigenlijk de les afgerond. Dan hebben we ook nog de it in. Dit is eigenlijk een hele reeks, een heel groot aanbod aan oefeningen om de rekenfeiten te automatiseren. Dus de leerlingen gaan aan de hand van spelletjes de leerinhouden die aan bod kwamen. Automatiseren, zodanig dat deze leerstof parate de kennis wordt. Um, er zijn heel veel verschillende spelborden, er zijn uh, domino's, kwartetten en zo verder, maar ik ben er zeker van dat jullie in de klas ook nog wel veel spelletjes hebben. Hier zie je leerlingen aan het werk met een spel, en dan zijn we gekomen aan de bloktoets, en hierover zal Danny jullie meer vertellen. Dankjewel, Sophie. Goed, beste leerkrachten, we gaan nu kijken naar de bloktoets van blok 1, die je straks, dat zal je allereerste toets zijn, gaat afnemen. Laten we die even in detail bekijken in jouw handleiding. Je ziet staan, les 15, je ziet staan altijd heel mooi de opzomming van de toetsdoelen, de suggestie, en de suggestie is hier eventueel dat je de instructie afhankelijke leerlingen de toets apart laat maken door eventueel je co-teacher of je zorgleerkracht dan krijg je een hele mooie opleisting van alle toetsvragen. Deze toets bestaat uit twee delen. En je ziet bij elke toetsvraag in welke laag die toetsvraag zich bevindt. Je ziet ook altijd de instructie in je handleiding. Je ziet altijd de score. En achteraan zie je altijd de richtnorm staan. De richtnorm, wij gaan uit van 75 à 80 procent, dus die 8 op 10. Dat is de norm van het beheersingsleren. Goed, laten we even naar zo'n toets kijken. Deze toets, hier zie je de toets met correctiesleutel, is beschikbaar via Bingel. In mijn tweede gedeelte toon ik je straks waar je deze toets kan terugvinden. Je kan één die in pdf gewoon afprinten, maar je zou de toets ook in Word kunnen afprinten of eventueel al kunnen bewerken. Nu, de ervaring leert mij meestal dat mensen het eerste jaar de toets afnemen zoals we ze vooropstellen. Goed. Dan hebben we naast de bloktoetsen ook nog altijd de 15 tempotoetsen. Voor de bewerkingen tot 5, 8 en 10 hebben we vier korte tempotoetsen, en we hebben altijd een lange tempotoets in drie variaties A, B, C. Voor de bewerkingen tot 5, 8 en 10 zie je hier twee mooie voorbeelden staan, namelijk apart optellen, aftrekken, combinatie van die twee. En splitsingen. De grotere tempotoets is een combinatie van die vier bewerkingen, en die zie je hier, die grote tempotoets. De bedoeling is, je hebt drie versies, een A, B en C die je kan terugvinden. Die schakel je in naar eigen goeddunken. Je kan zo'n tempotoets inschakelen bij een leerling die heel goed is, onze instructie onafhankelijke om af te tasten wat kan die leerling al. kan. Je kan ook twee leerlingen naast elkaar. De ene krijgt van jou de A-versie, de andere leerling krijgt de B-versie. Het ene jaar neem je de A af, het andere jaar de B. Je kan die toetsen flexibel inzetten. Dan zie je staan, we hebben ook twee summatieve toetsen voorzien. Midden van het schooljaar en einde schooljaar. Ook deze summatieve toetsen heb je via Bingel. Ik ga dat straks ook tonen waar je die kan terugvinden. Volgend jaar, eventueel na een jaartje te werken met ijsbrekers, kan de leerkracht van het tweede leerjaar die eindtoets nog eens afnemen om de beginsituatie een stukje in kaart te brengen. En jullie kunnen na volgend jaar ook de toets afnemen van de derde kleuterklas, in feite einde derde kleuterklas, om te zien waar staan die leerlingen als ze al met de ijsbergmethodiek in je kleuterschool van start gegaan zijn. Natuurlijk. Goed. Laten we even kijken, want na de toets gaan we differentiëren, remediëren en verrijken. Maar dat doen we tijdens alle lessen. En dat zie je hier. Ik ga met jou bekijken de observatiefiches die we aanbieden. Komen de bijkomende tips in de handleiding. En wat Sofie straks ook verteld heeft, dat drie sporenbeleid. Laten we even kijken wat ik bedoel hier. Je krijgt op Bingel, in Word, mooi die observatiefiches. Dit is de klassikale observatiefiche bij blok A1. Hier ga je alle leerlingen invullen en ga je observeren. Wanneer doe je dat? Dat is meestal, je weet wel, die verwerking per twee. Dan kan jij observeren in je klas en kan je bepaalde notities, oftewel doe je het in een papieren versie met balpen, want je kan dat afprinten, oftewel doe je het digitaal gewoon in dat Word-document. Stel nu dat je toch een aantal instructieafhankelijke leerlingen hebt, jouw zorgleerlingen, dan heb je ook deze fiche. Dat is een stukje een individuele kijkwijzer. Dit moet je zeker niet per kind doen. Maar misschien is dit een hulpmiddel voor jou om voor die zorgkinderen toch die aparte registratie bij te houden. Bedoeling is ook mensen, je hebt een goed buikgevoel van je kinderen dat je daar ook nuchter mee omgaat met deze observatiefiches. Sophie heeft straks ook verteld, maar het drie sporenbeleid in je lesgang heb je altijd de ridicule tip en hier zie je heel mooi staan wat doe je bijvoorbeeld met instructie onafhankelijke kinderen en wat zijn misschien de tips voor instructie afhankelijke kinderen. Dus je krijgt ook altijd bij de verwerking tips om daar mee om te gaan, ook naar co-teaching toe. Goed, laten we even kijken naar zorg na de toets. Je gaat straks dus toetsen. En dit komt straks nog in mijn tweede luik, heel uitgebreid, live aan bod. Dan toon ik je ook hoe je dat doet. Maar laten we even kijken wat ik bedoel. Je hebt een toets afgenomen. De bedoeling is dat je nog altijd zelf die toets gaat verbeteren. En dan ga je die punten inbrengen in een registratieformulier. Dit zit in Bingel. Mooi per bloktoets heb je dat, en als je ziet daar die eerste leerling, als ik die puntjes mooi inbreng, dan zie je ook bepaalde cijfers rood oplichten. Dat wil zeggen dat dat kind hier onder de richtnorm scoort. Straks toon ik je ook aan dat die richtnorm aanpasbaar is voor jou, als je dat wil. Maar hier zie je staan die leerling scoort op een aantal onderdelen niet zo goed. En het leuke is, want ik zie mensen vaak, goh, moeten we daar voor alle leerlingen altijd allemaal intikken? De luxe komt achteraf. Als je dit gedaan hebt, dan toon ik je straks ook dat je gewoon kan zeggen: Print af. En dan print Bingel voor jou een remediering- en/of verrijkingsvoorstel af op papier. Maar niet alleen op papier, ook digitaal. Dat wil zeggen dat de kinderen straks oefeningen gaan maken op maat van jouw input in dit systeem. Gaan ze op maat Oefenen op Bingel. Maar dat toon ik straks allemaal nog mooi live. Laten we even gaan naar deze bladen. Dit zijn de rummedieringsblaadjes. Hoe zijn die aangeduid? Je gaat zien, dat is altijd die bol met die pijl naar binnen. Dat is rummediering. Deze blaadjes komen dus automatisch uit Bingel als jij die punten hebt ingebracht waar het kind rood scoorde. Maar deze bladen kan je ook zelf vroeger inschakelen. Misschien zeg je, oh, ik ga een bepaald remedieringsblad al inschakelen extra tijdens mijn lessen. Dat kan ook. Dit zijn, en dat ga ik eventjes aantonen, dit zijn mijn verrijkingsblaadjes. De verrijking wordt altijd aangetoond met die bol, met die pijl schuin omhoog. Je hebt ook van deze blaadjes allemaal correctiesleutels in pdf. Dat ga ik zelfs ook heel mooi illustreren. Waar vind je dat concreet? Goed. We zijn aan het einde van ons verhaal gekomen, mensen. En ik ga met jou even de materialen bekijken. Als alles goed gelopen is bij jou op school, ga je zien, heb je bij de schoolstart, op dit moment, werkschrift A en B. Heb je de digitale handeling niet op papier, maar die is in Winkel digitaal beschikbaar, die kan je gewoon afprinten, blok per blok met de bijhorende kopieerbladen. Bordboek en bordlessen bij A en B, daar ga ik straks heel mooi tonen wat dat is. Bingeloefeningen bij die onderdelen en je hebt de correctiesleutels in PDF. Daar staat bij tussen haakjes optioneel. Dat wil zeggen, je zou die sleutels ook, zoals het boekje hier ook staat, een ingevuld boekje kunnen aankopen. Maar nogmaals, heel veel mensen vinden dat niet nodig. Die zeggen: Ik heb hem in PDF, ik kan die klaarleggen voor de leerlingen die eraan toe zijn. Tegen de herfstvakantie krijg je dan de CND-delen. Digitale handtekeningen daarbij, de borboeken en bordlessen, de bingeloefeningen en de sleutels C en D, identiek zoals daar straks. Je ziet staan, januari 21, heb je de handtekening eventueel ook op papier in een mooie kaft, mooi per blok. Maar ik zeg nogmaals, nu zul je gewoon die handtekening moeten afprinten, blok per blok. Maar wie dat wenst, er is ook een papieren versie beschikbaar. Goed. En dan laat ik even deze slide bekijken. De meeste scholen hebben die slide ook wel gevonden in hun basispakket, het extra materiaal. En het extra materiaal zijn onder andere die rekenbalans, mijn klikblokjes. Wil je graag een opleisting van, ja, wat heb ik nu nodig buiten het materiaal wat ijsbrekers aanbiedt? Dan vind je dat ook gewoon bij de downloads heel mooi, welke materialen toch wel gewenst zijn. Goed, en dan ben ik gekomen aan het einde van mijn deel 1. Ik wil nog even dit vertellen, want je zult denken, wij zijn de enige. het eerste leerjaar. We spreken ook over een introductiejaar. Wat betekent dat concreet? Dat we regelmatig jou een mailtje gaan sturen om een bevraging in te vullen. Leuk om te horen of te voelen, hoe loopt dat bij jullie op school? Doe dat gewoon, zou ik zeggen. Dus jij kan starten. Dan zie je staan september 21, hebben we de derde kleuterklas en leerjaar 2. September 22, de tweede graad en september 23 komen we met de derde graad. Goed mensen, ik denk dat je al heel lang hebt moeten luisteren. De bedoeling is nu om even in pauze te gaan, een aantal minuutjes. Je gaat straks een muzikaal intrometsel krijgen. Na de pauze ga ik met jullie. Digitaal naar ijsbrekers in Dingel met jullie bekijken. Ik zou zeggen, haal jullie een tasje koffie, maak een sanitaire stop en we zien elkaar zometeen terug. I tell me stories to believe. There's some truth in every lie. I wanna stop asking why. I wanna be naive. Don't wanna know it all. So if we're heading for a fall, I tell you, my friend, if we're that close to the end, just let us have a ball. So let's dance and. And that we like it. And maybe one day we will like it for real. Just wait and see. Hoe kan je weten als je de magische woorden hoort? Onderzoek zegt dat, of het wel klopt. Vier tips van Daniel Willingham. 1. Strip it and flip it. Ontdoe het van alle mogelijke moeilijke woorden. Wat wordt er nu echt gezegd? Wat is het echte effect? En wat zal het effect zijn als je het niet doet? 2. Trace it. Wie zegt het en wat zeggen anderen? Maar ook analyse it. Uh, waarom moet je dit geloven? En wees het meest streng voor de dingen waar je al in gelooft. Maar 4. Vooral, should I do it. Je kan nooit alles doen. Je hebt altijd keuze. 4 tips van Willingham, 1 tip van mij. Wees niet naïef. So let's dance and pretend that we like Goedemiddag beste leerkrachten, welkom bij deel 2. Ik vermoed dat je al een beetje op plooi gekomen bent. Ik hoop dat je in de juiste flow zit om ook dit deel mee te maken. Men heeft me hier aan dat bureautje gezet, een gezonde ADHD'er, op dat podium loslaten. Dat zou niet goed komen. Ik ga met jullie inloggen op Bingel. Ik ga... Best, ik stel voor ook dat je best Google Chrome altijd gebruikt als provider. Ik ga inloggen en ik ga mijn bril af moeten zetten, omdat ik bijzien ben, anders zou het niet goed komen met deze presentatie. Ik klik op mijn snelkoppeling bingel hier. Je ziet ook dat de startscherm een beetje veranderd is, maar helemaal duidelijk. Je ziet leerling staan, leraar staan en ouder staan. Ik klik en ik ga met jullie beginnen met het luik leraar. Ik klik op leraar en dan moet ik inloggen. Nu voor de leerkrachten die nog geen account op Bingel hebben, gewoon even een mailtje sturen naar ijsbrekers@vanin.be. Maar mijn gevoel zegt dat iedereen wel een Bingel account heeft. Vorig jaar hebben we trouwens tijdens corona alles opengesteld en de meesten hebben daar ook allemaal gebruik van gemaakt, dus ik vermoed wel dat iedereen een account heeft. Je ziet hier, ik ga nu inloggen. Hopelijk weet je na twee maanden vakantie je wachtwoordje nog. En dan gaan we zien waar mijn startscherm komt. Voilà, hier komt het eraan. Je ziet ook altijd rechts een aantal berichten. Vink dat niet te snel weg. Lees dat, want je gaat er altijd wel een aantal leuke informatie terugvinden. Ik ga die nu wel even wegklikken en ik ga met jullie even naar het startscherm bekijken. Volgens mij gaan een aantal leerkrachten zeggen, jij hebt meer tegels als mij. Jullie hebben waarschijnlijk eiland nog niet. Als je eiland nog niet hebt als tegel, heeft dat te maken met het feit dat jouw leerlingen nog niet opgeladen zijn in Bingel. Spreek jouw ICT-beheerder daarvoor aan, liefst zo vlug mogelijk, want dan kan je ook alles wat ik je vandaag ga tonen. Je gaat ook beheer niet zien staan, want beheer heeft natuurlijk jullie schoolbeheerder. Ik ga een aantal tegels bespreken en ik ga beginnen met de meest belangrijke voor jullie. En ik hoop dat je alles bent gaan kijken naar leermiddelen. Ik ben nu leerkracht eerste leerjaar en je ziet hier alle methodes van van in staan. Bij jou zullen die niet allemaal in kleur staan, maar wel de methodes die je gebruikt en ijsbrekers moet in kleur staan. Is dat niet het geval? Ook even een mailtje sturen naar ijsbrekers@vanin.be en wij doen het nodige voor jou. Ik klik op de cover van IJsbrekers eerste leerjaar. Ik ben trouwens leerkracht 1. Dan zie je links in de balk een aantal rubrieken en ik begin al en eentje staat al direct rechts mooi open, namelijk mijn bordboek. Ik hoop dat iedereen van jullie ook gebruik kan maken van een digitaal bord. Een beamer, identiek als je daarvan kan gebruik maken. Ik ga beginnen om het bordboek te tonen. Hoe werkt dat? Heel eenvoudig. Je klikt hier op die link en je merkt dan ook, niet alles staat al in dat bordboek. Je hebt momenteel werkboekje 1a en 1b. Je ziet die twee ook staan in mijn bordboek en ik ga direct naar. Werkboekje 1a. Ik klik gewoon op die cover. Dan zie je hier ook het boekje 1a. Leuk om weten is, je ziet bovenaan die twee tapjes openstaan. Bingel. En ijsbrekers 1, mijn bordboek. Je bord is sowieso altijd beperkt qua ruimte. Kijk, als je in de balk hier links of aan de andere kant... Ik moet dat nu doen vanuit dit Scherm, jij kan dat gewoon aan je bord bedienen. Ik ga even terug naar links. Als je dan helemaal bovenaan op dat eerste icoontje klikt, dan vallen die tapjes mooi weg. Gezien? Ik doe dat nog eens terug. Voilà. Nu ga ik de juiste les selecteren. Raar, maar toch zijn er een aantal leerkrachten die nog altijd, je kent ons fameuze van inwiel, ken je het niet. Ik overloop dat nu. Maar sommige leerkrachten gaan nog altijd zo bladeren in hun boekje. Kan, hè? Maar ik geef je de tip, want als je hier... En ik ga het wiel ook in die volgorde mooi bespreken. Als je hier klikt, krijg je de mooie opzomming... van welke blokken en welke lessen in boekje 1a zitten en ik klik hier op en ik ga die les 9 nemen die ook Sophie met jullie besproken heeft. Ik klik op les 9. Dan zul je zeggen: oh, ik zie twee bladzijden. Dat is niet handig. Ik ga altijd naar mijn eerste blad en dan neem je gewoon het volgende icoontje. Kijk. En ik heb gewoon de juiste bladzijde. Ik heb, daar ga ik mee beginnen, mijn les 9. Nu je hebt straks gehoord het bordboek van vandaag is niet alleen een weerspiegeling van je werkbladen, van je werkboekje, maar er zitten ook bordlessen in. Wat bedoel ik met bordlessen? En dan klik ik heel eventjes, kijk, bij de meeste lessen, laten we zeggen allemaal, ga je bovenaan dat icoontje van tv-toestel zien. Als je daarop klikt, krijg jij, en onderaan zie je het ook: krijg jij. Zes korte instructiemomentjes. In jouw handleiding ga je heel mooi altijd links in de marge een oogje zien. Dan lees je altijd: "Ah ja, nu moet ik fragmentje 1." Dit kan je allemaal in je bochten mensen. Je moet dat niet aan je pc bedienen. Ik moet dat nu wel hier en zo ga jij heel mooi instructiemomentje 2. Instructiemomentje 3. En ik kan natuurlijk gaan spelen. Je ziet ook, ik kan mijn klikblokjes gaan plaatsen. Ik ga naar mijn volgende instructiemoment. Zo ga ik naar instructiemoment 5. En zo heb ik mijn instructiemoment 6. En je ziet ook, alles wat ik nu met mijn muis doe, ga jij kunnen bedienen aan jouw digitaal bord. Dit zijn mijn bordles. Die momentjes kan je heel mooi terugvinden in je handleiding. Nu, hoe ga ik terug naar mijn blad? Kijk, zo. Zo ga ik terug naar mijn blad. En dan ga ik met de kinderen naar mijn werkboekje. Ik ga die twee tegelijkertijd gebruiken. Ik ga nog iets tonen. Ik ga even terug naar mijn TV-toestelletje. Kijk. En als je op dit icoontje ernaast klikt, hier, dit, dan zie je ook die zes schermen heel mooi staan. Jij kunt. Ook daar gaan heel veel leerkrachten misschien zeggen, dat is voor volgend jaar. Maar je kunt slides toevoegen. Jij kan zeggen, ik wil hier een slide toevoegen, ik ga mijn, mijn les verrijken, dan kan je dat hier toevoegen. Jij kan gewoon een bepaald document toevoegen, een getyped document. Jij kan hier sowieso een afbeelding toevoegen, een... Uh, ...muziekstukje, doet hem het niet? Maar ja, ik moet even annuleren doen. Ik ga dan hier een, bijvoorbeeld een video toevoegen... ...of een muziekstukje toevoegen op die manier. Dus hiermee kan je eventueel je bordlessen je verrijken. Ik ga dat nu niet doen. Dus ik toon nog even, dit zijn die slides. Je kan wel ook slides van plaats veranderen. Kan, hè? Voilà, dat bepaal je zelf. Goed, ik sluit nu terug af. Ik ga terug hier klikken... En ik ga terug naar mijn werkblad. Dus op die manier, ik ga het zelfs nog een keer tonen. Toon het bewust meer dan één keer, omdat sommige mensen voor de allereerste keer misschien met een bordboek gaan werken in een eerste leerjaar met de methode van Vanin. Goed, maar ik ga eventjes gaan naar mijn Vanin-wiel terug. Je ziet in mijn Vanin-wiel, ik heb al getoond de inhoudsopgave. Hier heb je altijd de ene slide of de andere slide. Je weet wel, op die manier. Dan ga ik even, want je wil ook schrijven. Ik ga de gom nog niet kunnen gebruiken. Dat is mijn gommetje met een bordveger. Maar ik ga hier, kijk, schrijven. Je kan dan ook aan je bord kiezen van, ah, ik ga een dikte kiezen die iets minder is. Ik kies een ander kleurtje. Dat bepaal je allemaal zelf. Hè? Dus op die manier kan jij ook kleuren. En ik ga even schrijven. Kijk, ik ben maar wat bezig nu. Voilà. Dat is mijn balpen. Ook altijd opletten dat die balpen niet opstaat, terwijl je, met je eventueel je blad wil naar boven scrollen, want dan heb je natuurlijk strepen op jouw blad en op je bord staan. Goed, daar zit ook een fluorstiftje in, dat is deze gewoon. Kijk, dan kan ik kiezen voor een bepaald kleurtje, als je bepaalde zaken wil fluoriseren. Ik kan naar het gommetje gaan, het gommetje nog, kijk. Ik kan nu, je hebt er een aantal mogelijkheden, kijk, deze is om een stukje weg te vegen. Kijk, als dat lukt bij mij, voilà. Dat lukt. Ik kan ook zeggen, Hup, die notitie moet er weg. En ik heb nog een laatste, dat is de deze. Je ziet staan, reset bordboek. Stel nu dat jij altijd je notities die je handgeschreven hebt gedaan, laat staan in het boekje. En volgend jaar ga jij terug naar boekje 1a en zeg je, oei, al mijn handgeschreven notities staan daar. Ik wil dat gaan verwijderen. Dan moet je dat niet blad per blad doen. Dan kan je zeggen. Bent u zeker dat u alle. Uh, Oké, okay? en ik zeg dan alles weg? Dan zijn alle handgeschreven notities weg uit mijn bordboek. Ik ga je geruststellen. Jouw eigen slides die jij toegevoegd hebt, je weet wel, om je bordboek misschien nog te personaliseren, die zijn niet weg. Hè. Die blijven van jou. Dat is jouw content. Dat is van jou. Dat blijft zo. Dus die zijn niet verdwenen. Ik ga naar de laatste van mijn wiel. Namelijk deze. Kijk, je ziet daar een sleuteltje staan. Iedereen kan al raden wat ik daar ga zien. Kijk, je krijgt een aantal opties. Oftewel, ga ik een stuk vrijgeven. Kijk, dan doe ik zo. Jij kan dan weer mooi aan je bord. Kijk, voilà. Of, ik ga hem wegdoen. Kijk, ik ga hem even wegdoen. Of je zegt: Mannen, hier is de correctiesleutel. Dan klik je gewoon hier. Mensen, doe gewoon. Je kunt er wel eens uitvliegen, misschien als je iets fout doet. Maar je ziet, het lukt allemaal. Het is vrij eenvoudig. Dat van inwiel is echt wel een hele gemakkelijke. Hè? Misschien nog één klein detail. Het wiel staat soms bij sommige scholen. Ja, maar ja, dat wiel staat wat in de weg. Dat is zo groot. Jij kunt het verkleinen door even, kijk, hier te klikken. Hupsa, hupsa. Je kan het wiel ook verplaatsen. Heel eenvoudig. En dan rest me nog om bovenaan even de uh, ronde af te werken. Dit is gewoon, kijk, ja, heel simpel. Hè? Uitzoomen, inzoomen enzovoort. Dit is heel kort het bordboek. Ik wil nog een aantal dingen tonen in de marge. Ik heb u straks dit al getoond. Kijk, dit. Hè? Ik ga niet allemaal de, de, de icoontjes bespreken, maar deze heel kort. Kijk, dat is gewoon. Vandaag is het maandag. Eerste leer gebruikt meestal alleen dit als dat Moet dat? Nee, dat moet niet. Dat is gewoon de kalender. Dit ga ik ook even tonen. Kijk, dan krijg je heel mooi waarvoor ziet van in bordlessen. Ja, bij alle lessen ga je dat tv-toestel tegenkomen, maar hier kan je heel gericht naar een bordles gaan. En heb jij straks dingen toegevoegd in jouw bordboek, staat dat gewoon bij mijn media. Dan ga ik nog even naar een hele belangrijke... Ik ga gewoon in die blauwe balk naar dit blad. En ik ga dit even wegdoen. Kijk. Ik ga het even opnieuw tonen. Kijk, dit was mijn blad van het boekje. Als ik hierop klik, krijg je een leeg blad. En dan heb je onderaan, hier onderaan in de balk, een aantal mogelijkheden. Je kan kiezen voor een, een andere achtergrond. Maar ja, de meesten gebruiken toch deze achtergrond. Maar de tweede, het tweede icoontje is wel van belang. Kijk, ik klik hier. En dan kies jij bijvoorbeeld voor een ruitjesblad of voor nog grotere ruitjes of eventueel voor. Ik ga gewoon naar het gewone blad gaan. Dus je kunt hier ook voor een lijntjesblad kiezen als je straks naar spelling gaat gaan, bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Maar ik wil deze nog tonen. Hier zitten een aantal leuke andere zaken in, zoals dit: Splitschema. Je hebt in je werkboekje heel vaak die splitschema's. Hier ga je ook daarmee kunnen werken. Straks komen er ook bij de materialen, gaat eerstdaags komen, die klikblokjes. Want ik ga ze ook onderaan Mijn werktools even aanduiden. Maar dit is een hele leuke. Hè? Jij kan dus hier ook gewoon vlug een leegblad oproepen. Ik ga dat even wegdoen, terugkijken. Voilà, hier heb ik mijn leegblad enzovoort. Mensen, nogmaals, aarzel niet, je kunt niks fout doen. He, aan deze kant is die balk identiek hetzelfde. He. Het ligt eraan waar je staat aan je bord. En nu nog de laatste. Onderaan heb je je werkgerief. En daar kan je... Ja, een zakrekenmachine zal in het eerste jaar niet nodig zijn, maar het zit erin. Maar ik wil maar zeggen, kijk, he, euro zit erin. Je kunt er een aantal tools, en ook straks gaan de klikblokjes daar staan, waardoor je met die klikblokjes ook kan werken in je splitschema's. Voilà. Ik ga terug, want waar zit nu mijn blad weer? Mijn werkblad. Heel simpel, kijk. Voilà. Hier zijn we terug. Goed, ik ga bijna afronden met mijn bordboek, maar ik wil toch nog even kijken. Ik toon gewoon even nog eens opnieuw. Ik ga gewoon. kijk, want de volgende: ik ga scrollen. En dan kom je bij blok 2 uit. En dan zie je staan: ik wil les 2 doen. Kijk, ik wil even tonen. Voilà. En dan zie je ook hier heel mooi: voilà. Les 2. Je ziet ook bovenaan weer het tv-toestel. Daarin zitten mijn instructiemomentjes. Kijk, en je ziet hier zijn er in totaal zeven. Deze wil ik even tonen, want sommigen lezen niet altijd even goed. Bovenaan staat, vul het splitschema in, klik op de pijltjes. Kijk, dit is oefening 1. Bovenaan moet staan 3, dan heb je 1 en 2, en dan heb je de volgende 2, bovenaan 1 en 1. Dus zo zie je dat is heel leuk, hè? heel leuk, hè? voilà. Goed, Bordboek hoop ik dat duidelijk is voor jou. Mensen, als dat nog niet duidelijk is, ook de rest straks. Wij houden eind september ook nog Bingel-academisch waar jij je op kan inschrijven om je te vervolmaken. Doe dat. Die gaan ook online door. Wil je toch ons op school? Ik wil ook gerust op de school komen. Ook mijn collega's natuurlijk, om eventueel nog dieper te gaan in die bingel, in je borgboek en noem maar op. Maar ik ga gewoon verder gaan met mijn verhaal. Ik ga nu mijn borgboek even voor, uh, laten voor wat het is, en ik ga terug naar hier. He, mijn bord, dat is gewoon met een bingel. Je weet, ik ben daar straks hier gestart. En ik ga gewoon verder gaan in mijn verschillende rubrieken hier. Handleiding, ja, de naam zegt het, hè. kijk. Als je klikt op methodehandleiding, vind je heel mooi, mooi in overzicht, die fameuze startkatern. Je weet, in mijn verhaal straks ben ik daarmee begonnen, jouw nachtkastje lectuur Ligt dat niet van wakker, mensen? Maar hier zit die startkatern. Jij bent een eerste in school die met de ijsberg methodiek gaat werken, maar straks gaan ook je collega's, kleuterlijsters, volgen. Misschien wel leuk dat je even ook deze verspreidt naar je collega's toe. Dan krijg je kopieerbladen algemeen. En als ik daarop klik, zie je al onmiddellijk links binnenkomen. Kijk, en dat zijn er veel. Dat is ook de algemene kopieerbladen. 114 kopieerbladen. Die print je gewoon af. En jij kan daarmee naar het kopieertoestel lopen. Voilà, oppassen nu. Want nu doen sommigen wel op het verkeerde kruisje klikken. Kijk, ik klik op het kruisje hier. En alles blijft openstaan, hè. Vaak klikken ze op het verkeerde kruisje. Miljaar opnieuw inloggen op Bingel, want ik ben eruit gevlogen. Goed opletten. Hè? Goed, ik kan nu niet alles overlopen hier. Je ziet mooi, handeling blok A1, kopieerbladen blok A1 enzovoort. Kijk, en het staat al tot boekje A en B volledig voor jou toegankelijk. Handeling moet je af, moet je niet afprinten, hè, maar kan je afprinten. Dus gewoon een pdf-bestand. Gebruik het. Sla het op. Je kunt die thuisraadplegen in de klas. Gemakkelijk. Je bent nooit geen bladzijde meer kwijt. Er bestaat nog een papieren handtelling, zoals ik daar straks verteld heb, maar die zal er pas zijn in januari, wanneer ook C en D afgewerkt is. Maar zal je weten waarom. Hier staat alles mooi ter beschikking. Nu komen twee belangrijke rubrieken in mijn verhaal. Je ziet staan: differentiatiemodule en. Evaluatie module. Ik begin met de eerste en ik klik gewoon op. Voilà. Alles zit er nog niet in, maar je ziet heel mooi: blok A1, dat zijn de eerste drie blokken van mijn boekje. 1a. En ik ga gewoon klikken op blok. Ik ga een beetje scrollen. Kijk, ik klik op A1 en dan zie je dit. Nu, ik heb straks al gezegd. Je moet niet wachten tot de toets om dan te gaan remediëren en te differentiëren naar verrijking toe. Je kan ook, als je merkt dat het al fout loopt in het begin, hier gaan zoeken naar welke remedieringsbladen kan ik eventueel inschakelen. Maar ik begin bovenaan met verrijking. Nu, je ziet hier verrijking in blok, het eerste blok al. Nu zal je zeggen, is dat relevant en nodig? Ik weet niet. Welke populatie in je klas zit. Maar stel nu dat je zegt: Ik heb echt een, goh, een hele goede leerling. Dat is echt ja, het neusje van de zalm op gebied. Oh, wat ga ik die aanbieden? Die is er do volledig door. Dan zou je dat kind, kijk, en ik klik even, want je zult zeggen: Hoe kan ik dat blad bekijken? Heel simpel, hè? Klik maar door op dat blaadje. En dan krijg je hier verrijking. Je ziet ook in welke laag. Hè. Je ziet laag 4. Verrijking heeft altijd bij ijsbrekers te maken met die vierde laag, die abstracte. Daarin gaan we dus echt verrijking aanbieden. En misschien heb je zo'n leerling erbij nu straks de eerste week. Verrijking heeft ook altijd dit symbooltje, die bol met die pijl mooi naar boven toe. Dit is een blad dat je zegt van, oh ja, dat kan ik, die, dat mag ik aanbieden, hè. die kan dat. Wat doe ik nu weer? Kijk, ik ga het weer sluiten, het juiste blaadje. En ik kan ook dit in één keer doen. Kijk, ik wil die jongen of dat meisje direct die verrijkingsbundel aanbieden naast een werkboekje, want die is altijd heel vlug klaar en die kan ik uitdagen. En dan heb ik ze aangeklikt, kijk, en ik doe dan gewoon dit druk selectie af. Maar hij begint nog niet te printen hè? want hij vraagt aan mij voor wie Ah, ja, niet voor iedereen, hè. Want het is juist voor die ene, ene, ene leerling Evie. Dat is die hele goeie. Die moet ik wat extra materiaal kunnen aanbieden. En ik druk af. Nu drukt die nog niet af, maar die gaat nu het PDF-bestand genereren. Links zie je weer heel mooi dat bestandje binnenkomen. Het zijn 16 werkbladen. En wat zie je? Ook de naam Evie mooi op die bundel staan. Je kan dat afprinten. Heb jij uh, van hieruit naar je kopieerapparaat op school toegang, is het heel handig, print af. Oké, okay. dat is wat ik bedoel. Zo heb je ook, hè, want ik ga nu niet ervan uit dat alle kinderen al direct verrijking moeten hebben, zo heb je hier ook alle remedieringsbladen bij deze blok. Jij kan die allemaal bekijken, ook je zorgleerkracht, ook jouw co-teacher, als hij die, die uh, toegang heeft, kan die alle blaadjes, ik neem er nu eentje uit, kleine buur en grote buur. Voilà dit blad in laag 2. Dit is remediëren, pijl, die bol, de pijl naar binnen. Zeer gemakkelijk. Goed, dus hier vind jij heel mooi: bingel zie je nog niet staan, maar Bingel gaat hem straks ook koppelen dat je ook eventueel verrijking op bingel. Niet altijd papier, maar ook bingel kan aanbieden. De combinatie van papier en bingel, dat ga je straks ook nog zien. Maar dit vindt iedereen nu al. Wie kan inloggen op dit? Natuurlijk, jullie hebben de leerlingen nog niet erin zitten. En nogmaals, als de leerlingen er niet in zitten, ga je dit nog niet kunnen zien allemaal. Goed, ik ga nu niet alles bespreken. Ik ga naar de volgende module, namelijk evaluatiemodule. Ik klik daar, kijk, en dan zie je heel mooi staan. Niet alles al, maar de eerste blok. En daar ben je al even mee bezig. En ik ga gewoon met jou gaan naar. Ik neem gewoon blok A3 eruit. Want de toetsen die heb je op papier. Maar waar zitten die? Hier, hè? hier zijn die toetsen. Want kijk, je ziet ik ik een toets afnemen na blok 3. Optellen en aftrekken tot 5. Kijk regelmatig ook hier. Hè? Kijk, Hier staat nu niks. Maar ik ga bewust even die A1 nemen. Kijk, dat is na het eerste blok. Dat is binnenkort al. Hè? Kijk. Want hier staat op getalbegrip tot 10 deel 1, dan is er natuurlijk ook altijd een deel 2. Dus altijd even kijken. Hè. Heel simpel, ik ga het nu ook stonen. Kijk, ik ga terug naar mijn A3. Kijk, hier is hem. En dan zie je staan: ja, al, hier staat wel een pijltje, maar ga altijd een keer kijken, maar hier is gewoon één toets. En dan ga je de toets afprinten. Nu, als je zegt met naam en toenaam dat kan hè. Want kijk, ik kan hier PDF bestand met ene correctiesleutel voor de klas. Oppassen want ik heb hier iets gedaan juist. Ik heb die Evi er juist even aangevinkt. Ik wil die toets voor alle kinderen van mijn klas. Voor iedereen. En dan kan ik dit doen. Kijk, download en druk af. En dan gaat hij die toets genereren met naam en toenaam voor alle leerlingen van mijn klas. Kijk Voilà, 80 bladzijden, niet voor één kind. Hè? Dit zijn alle kinderen van mijn klas, mooi met naam en toenaam. Zeg je van, dit is toch te zot voor woorden. Een kind moet toch nog zijn naam, en die wil zijn naam graag schrijven. Dan doe ik het anders. Kijk, dan doe ik het zo. Ik ga terug naar hier. Kijk, je hebt hetzelfde. Hè? Ik wil die toets hebben. Ik kan hier klikken op woordbestand. En dan klik ik op Download als Word-bestand. Links zie je het alweer binnenkomen. Voilà. Ik doe het open. En dan ga je submit mijn toets zien. Kijk, nu, deze kan je gewoon één printje van maken. Je gaat ermee naar het kopieerapparaat. Als je zegt, dat kind kan zijn naam zelf toch nog wel schrijven. Misschien wil jij de toets zelfs aanpassen. Eerste jaar zie ik heel veel scholen dat niet doen. Geef de methode eerst alle kansen en later kan je zeggen: ah, ik wil die toets gaan bewerken. En dan de handige Haris kunnen dan de toets ook gaan bewerken. Goed, dat is één. E. Ik heb mijn toets afgeprint, ik heb mijn toets afgenomen. Verbeteren moet je wel nog zelf doen. En ik ga dan de resultaten invullen van deze toets. Kijk, en dan klik ik gewoon, dat zit hier, hè? kijk gewoon hier. Resultaten invullen. Ik heb al twee leerlingen ingebracht, kijk, ik ga het even tonen. Je ziet ook altijd in welke laag de toetsvraag of de toetsvragen zich bevinden. En je kunt kijk, wij kiezen voor die standaardnorm. Ik heb straks verteld in mijn verhaal 8 op 10 is de norm, de norm van het beheersingsleren zeg je van ja, maar ja, ik zit toch met een heel andere populatie van leerlingen, zou je eventueel een eigen richtnorm kunnen invullen? Ik hou het bij standaardrichtnorm en ik zal Zara, want de eerste twee leerlingen heb ik gedaan. Die sommige leerkrachten, even sommige leerkrachten vragen aan mij, moet ik dat voor alle leerlingen doen? Mensen de luxe die je achteraf hebt. Door dit in te vullen, dat is echt onbetaalbaar. En ik ga Zara even invullen. En ik vul maar wat in. Zara had een 2, een 1, een 5, een 2, een 2, een 5, een 2, een 3. Je ziet Zara, hier en daar scoort hij met die lijntjes eronder rood. De totaalscore scoort ook rood. Twee leerlingen zitten al echt onder met een norm. Hè, want de norm is 31 op 35. Goed. Dit gaat vrij handig, want in feite kan ik gewoon doorklikken en ik kan de leerling... En als je een echtgenote hebt, of een, of een echtgenoot hebt, kan die eventueel de puntjes dicteren en gaat dat heel vlot. Goed, maar laten we nu even kijken, wat ben ik daar nu mee? Want als je dat allemaal doet voor alle leerlingen, krijg je onderaan ook gemiddelde, mediaan en noem maar op. Goed, maar je moet dat doen, je moet niks, maar als je dat doet, nu komt het leuke, kijk... Dan krijg je hiernaast gewoon remediering en verrijkingsvoorstellen samenstellen. Klik maar een keer, kijk. En dan zie je mijn drie leerlingen die ik al heb gedaan. Want Sarah, Sarah was de laatste die ik juist heb ingebracht. En nu kan je zeggen, oh, in mijn werk is gedaan, druk maar af. Maar ik wil toch eens even kijken, wat moet Sarah nu doen? Nu, je moet van mij dan niet voor elke leerling dat gaan aanklikken, maar ik wil toch eens kijken. Kijk, Zara kijk, krijgt van laag 1 een remediering met twee blaadjes blijkbaar. Vanuit laag 2, ho, 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 ja ja, die moet toch wel wat... Uh, ja, 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 ja. Je kunt zeggen, ik vink iets weg. Maar als jij zegt, oh ja maar ja, nee, hè, je moet alles doen. Oké, okay, dan kan ik zeggen, print heel die boel af. Niet voor Zara, maar voor heel mijn klas. Hè. Goed, één tip ga ik je geven. Eén tip. Stel nu dat je zegt... Oh, dat kind moet wel veel doen, hè? en bepaalde zaken komen toch nog terug, ik zou dit kunnen wegvinken. De gouden tip is dan wel, dat als ik dit ga doen, ik ga het ook echt doen, kijk, ik, ga nu, ik heb de andere twee leerlingen al gecontroleerd, druk selectie af, en dan vraagt hij aan mij, ja, oké, okay, de bundel afprinten, met één sleutel voor de klas, ja, 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 ja is genoeg, hè? Ene sleutel voor de klas is goed, oké, okay, u kunt dat per leerling doen ook, niet overdrijven, hè. Oké, okay, en ik ga dat gewoon afprinten. Hij gaat niet printen, hij gaat dat nu weer samenstellen voor die drie leerlingen die ik nu reeds verwerkt heb. Oké, okay, hier komt hem, links onderaan. 78, je ziet dat voor drie kinderen, 78, het wordt wel mooi recto verso. Maar 78 bladzijden. ik heb van die Zara al iets weggedaan. Wat je nu moet doen, en dat ga ik je als tip meegeven, want de meeste van jullie gaan dat thuis doen die gaan hun punten erin brengen, die gaan zeggen, oké, okay, ik vink hier en daar toch iets weg, want de hoeveelheid moet ook niet, hè? ik kan dat beperken, dan moet je dit pdf-bestand opslaan op jouw computer en doormelen naar jouw klas. Want als jij morgen vroeg, dat, je hebt dat niet gedaan, en als je morgen vroeg in die klas komt, dan ga je zien, miljarden, ik had toch al die vinkjes weggedaan bij een aantal mannen? Die staan er gewoon terug. Maar, oké. Okay. Onthoud dat zeker als tip. En zeker als we straks in die Bingelacademie uh, nog gaan uh, je verder helpen, gaat dat zeker nog eens ter sprake komen. Goed, moet ik nog iets tonen hier? Ik denk het niet. Ik denk dat ik er hier ver door ben. Ja, dan ga ik met jou naar downloads gaan. Oké, okay, ik ga wat scrollen. Dan zie je eerste download algemeen. Dat jaarplan dat je straks misschien niet zo heel goed kon zien... Staat hier heel mooi hoe wij die ijsbrekers gepland hebben naar volgend schooljaar toe. Naar het jaar dat komt. Die tempotoetsen vind je hier. Je weet wel, je hebt er verschillende. Je ziet ook altijd PDF bestand. Identiek hetzelfde, Word bestand. De sleutel, tempotoetsen tot 8. Ook weer PDF. Je kunt niks fout doen. Heel mooi. Downloaden, afprinten en je hebt het. Hier vind je de werkschriften. A en B, en straks ook C en D, mooi in PDF. Er zijn nog wel ingevulde werkboeken, die komen er ook aan. Maar, mensen, je hebt het. Hè? Je kan de blaadjes ergens klaarleggen, mapjes maken, noem maar op. Dus je hebt de sleutels hier heel mooi in PDF. Heel veel scholen vragen er heel vaak achter. Bij ijsbrekers heb je het heel mooi hier voorzien. Volgende week, dinsdag, start je. Ik hoop dat het een goede start gaat worden. Je ziet staan die eerste week of de tweede week een ouderpresentatie. Ik vermoed dat die ook niet op school kan doorgaan en dat die ook online gaat doorgaan op je school. Hier heb je eventueel een ouderpresentatie en een PowerPoint die je kan gebruiken. Want je gaat toch wel werken met de ijsbergmethodiek. Bij sommige ouders die horen het donderen in Keulen. Hier heb je die. Gebruik die eventueel als je die online uh, sessie gaat geven, die ouder uh, sessie gaat geven naar info toe Bekijk het. Niet onbelangrijk is ook startscreening. Ik klik daarop. Nu die startscreening en ik ga de handtering. Je ziet hier ook toets in PDF, sleutel in PDF. Hier heb je ook die observatiefiches erbij. Nu je hebt straks die leerlingen, die kleuters die binnenkomen in jouw klas. Je hebt hier ook een hele mooie startscreening mondeling en een stuk schriftelijk die je kan gebruiken. Gebruik die en zeker als je volgend jaar misschien hebben de kleuters al in de ijsbergmethodiek gewerkt op jouw school, bekijk dat, gebruik dat. Het is gemaakt voor jou op deze manier. Ik klik weer op het juiste kruisje hè? Voilà. En ik ga naar de laatste module bij downloads, namelijk observatiefiches. En hier vind je straks ook in de presentatie mensen probeer gezond Verstand te laten primeren. Je kunt alles observeren, je kunt echt constant met formulieren voor jou zitten. Hier heb je die klassicale. Je hebt ook, je weet wel, die aparte voor die kinderen die het echt moeilijk hebben, die individuele. Bekijk het, print het af. Het staat mooi aangegeven. En overdrijf daar niet in, want je bent niet iemand die constant moet turven of aanduiden. Maar het helpt je wel. Je kunt dat digitaal invullen of je print het af en je doet het gewoon met pen en papier hier. Goed, dan ben ik hier doorheen mensen. Dan heb ik in feite alles verteld. Ik ga even naar mijn tegeltje. Kijk, hier is mijn tegeltje. Ik heb in feite alles verteld van leermiddelen van ijsbrekers. Alle rubrieken zijn overlopen. Dan ga ik nu nog twee andere dingen tonen. Kijk, ik ga terug naar mijn tegeltjes. Gewoon op deze, kijk, simpel hè. Ik ga even naar het dashboard gaan, heel kort. Kijk, mijn klas, het is een fictief klasje, zit er al in. Simon is de eerste van de klas. Hij is de eerste van mijn klaslijst. Je ziet hier ook staan, want sommige leerkrachten vragen naar mij vaak... ...kan ik het eiland ook bezoeken? Of moet ik mij onderaan in de klaslijst als nummerke 24 aanmaken? Nee. Jij kan, opgepast, dit ga jij niet kunnen... ...omdat waarschijnlijk je leerlingen nog niet in Bingel zitten... Maar ik ga hier even naar het eiland gaan. En ik kan ook het eiland bezoeken zoals de kinderen het zien. Ik kan zelfs oefeningetjes gaan maken op ijsbrekers. Het enige is, jij gaat geen ping-ping verdienen zoals de leerlingen. Je kunt ook het verhaal beluisteren, maar daar ga ik nu niet dieper op in. En hier staan al mijn schatjes van 1a. En je ziet ook, Simon is de eerste. Wil je, je weet, de wachtwoordjes worden door Bingel. De beheerder heeft die kinderen straks ingeladen. Die worden door Bingel bepaald. Moest je ooit een wachtwoordje willen veranderen... ...omdat kinderen de wachtwoordjes van elkaar kennen? Maar dat komt ook later wel. Ik toon je wel straks waar die handtelling zit... ...om dat ook eventueel nog te weten. Goed, ik ga even... Dus dashboard nog even terugtonen. Oh, sorry, ik ben iets te vlug. Ik ga... Kijk, hier heb je mijn leerlingen. Dan heb je de tweede rubriek. is leeractiviteiten. En dat is wel leuk. Hè? Hier kan ik voor mijn klas zien... Kijken, dat er zijn al zoveel activiteiten. Welke zijn de top drie van de zwakste scores? Ah oh ja, dat is de zwakste scores. Wanneer? Ah, de kinderen hebben allemaal buiten de schooltijd geoefend, nog niet in de klas. Er zijn al 1211 oefeningen gemaakt. Dat zijn leuke dingen voor mij. Ik kan daar ook verder op inzoomen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga nog deze aanklikken. Mijn favoriete toepassingen. Kijk, ik heb al wat bordboeken geopend. He, je ziet, ik heb het borboek van ijsbrekers geopend. Reken maar, vijf is gewoon toevallig dat ik dat geopend heb. Maar als jij straks van van in methodes gebruikt, zoals ik lees met hub en aap, kijk, hij staat mooi open. En ook de schriftmethode karakter, en heb je, je hebt die allemaal al een keer gebruikt, dan staan die heel gemakkelijk hier bij mijn favoriete toepassingen. Dus als ik s morgens in de klas kom, kijk, wat doe ik? Ik ga naar het dashboard. Ik klik op favoriete toepassingen. Ik zet mijn bordboek van IJsbrekers open. Ik zet ook mijn bordboek van Even kijken van Hubenaap open. Ik zet ook mijn bordboek van Karakter open. En bovenaan kijk bovenaan. zolang lang ik niet aan die kruisjes kom van IJsbrekers, kijk, aan die bordboeken blijft het bordboek openstaan zelfs tot vanavond. Want Bingel, je weet dat even sluimertijd, die gaat af en toe in slaaptoestand, miljard moet terug inloggen. Nee, hè? zolang jij bovenaan van die tapjes afblijft, kan je die bordboeken heel de dag switchen van hub en Aap naar ijsbrekers, naar karakter en noem maar op. Goed, ik ga terug naar mijn tegeltjes. Waar zijn die? Kijk, hier zijn mijn tegeltjes. En dan zie je, ik kan nog één eruit nemen, een hele belangrijke trouwens, eiland. Eiland. Die hebben de meesten van jullie niet. Kijk dan nu goed mee wat ik ga doen. Ik klik op Tegeltje Eiland en je ziet ook een aantal van mijn vlijtige collega's hebben ook al taken gemaakt voor die leerlingen vanuit andere methodes. Maar ik heb er al eentje gemaakt van IJsbrekers Taak 1. Jij kan hier taken maken en ik kan ook bewust eentje maken met jou. Heel eenvoudig om zelfs naar leerling te gaan, naar Simon te gaan, om te zien wat zit dat kind dan? Oké. Okay. Ik ga een taak, hoe doe je dat? Kijk, ik ben bij de rubriek Bingel-taken. En dan staat hier een taak samenstellen. Ik klik daarop. En dan zie ik de methode staan. Ik ben leerjaar 1, hè, kijk, leerjaar 1. En ik ga, ja, nee, ik ga hier niks van doen. Ik ga ijsbrekers moeten selecteren. Voilà, ik ga uit ijsbrekers een taak uh, maken. En dan kan je kiezen ik ga eventjes wat naar beneden scrollen. Ik kan bijvoorbeeld hoeveelheden tot acht herkennen. Ja, dat ga ik laten doen. De hoeveelheid, het getal en het getalbeeld zes herkennen. Als jij zegt, welke oefening is dat? Kan jij klikken op het oogje? Dan zie je ook bewust wat die leerlingen daar moeten doen. Ah ja, dat kunnen ze. Ja, 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 dat kunnen ze. Oké, okay, ik zet die er gewoon bij. Ik ben fout geklikt, ik moet op het plusje klikken. Voilà. En zo kan ik bijvoorbeeld een aantal oefeningen mooi, en je ziet die komen mooi staan. En je ziet ook heel leuk, hè? Kijk, 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 oefenreeksen. Zes minuten staat er nu. Een gemiddelde leerling zal aan deze opdracht zes minuutjes gaan werken. Zo kan je ook inschatten, ja, alle kinderen moeten s'avonds toch, of een paar keer in de week, digitaal oefenen op bingel, als ze dat allemaal kennen thuis. En ik kan zien, ja, niet overdrijven, hè. zes minuten, ja. kan er nog eentje bijsteken, dat moet kunnen. Ze hebben vandaag ook geen geschreven opdracht misschien. Voilà, voilà. acht minuten, oké. Okay. Nu, voor wie wil je dat doen? Ik heb vier oefeningen klaarstaan. Voor wie? Ah, iedereen, hè. iedereen krijgt die huistaak. En dan moet je één ding doen, want je kan die niet klaarzetten. Tja, tja, hoe kan ik die niet klaarzetten? Je moet altijd de naam geven aan de taak. Oké, okay, en ik geef hier weer een taak, taak, eh, ijsbrekers. Ik weet niet wat de andere. Twee bijvoorbeeld, hè? Of taak twee, ijsbrekers of IJs Ik ga het zo doen. Ja, ik ga ijsbrekers. Ik dacht dat ik het zo gedaan had. Taak twee. En je ziet ook de datum staan. Vandaag is de 24ste. Augustus, in de marge even kort meegeven. Vandaag ben ik 22 jaar werkzaam bij Vanin. Daarnaast zie je staan einddatum. En einddatum kan je ook zelf kiezen. Jij kan zeggen: Ik kies hier voor einddatum. Goh, wow, ik kan iets langer doen. Hè? Voilà. Ik kan die mannen tijd geven tot 2 september. En dan kan ik nu klikken op Zet klaar op Bingel. Hoppa! En kijk, kijk, hier staan, ja, ik heb het toch weer anders gedaan dan er juist, maar geen probleem. Je ziet staan, mijn ijsbrekers taak 2 staat klaar. Die taak 1 ook, taak 2 ook. Dit is hoe je taak, moet je taken klaarzetten? Nee. Kinderen kunnen ook vrij oefenen. Maar het is wel leuk dat je bepaalde taken heel gemakkelijk kan samenstellen, dat kinderen niet dingen doen die ze niet moeten doen. Oké. Okay. Ik ga dit niet bespreken, maar je kan hier ook de bingelresultaten bekijken. Je kan ook feedback geven aan een kind. Oh, ik zou dat ook... Je, je overdrijft daar niet in, maar een positieve feedback is, geeft een kind altijd wel vleugels. Uh, ik ga dit nu niet doen, maar dat ga je wel zien in mijn handleiding. Dan ga ik naar... Dit is wel een belangrijke nog, dit. Eilandinstellingen. Kijk. Want als de ICT... Dit is mijn eiland van één, hè. Dit is mijn eiland van één. Als de ICT persoon of de bingelbeheerder op jouw school straks bingel klaarzet, vraag aan die persoon om alle methodes, ook die je niet gebruikt, van van in open te laten staan. Want dan heb jij het recht om die zelf te sluiten. En ik ga dat doen, want je gaat zien op het eiland van één ijsbreker staat erop, nieuwe pluspunt staat erop. Reken maar staat erop. Rekensprong plus staat erop. Vier wiskundemethodes, Poh, dat is misschien iets van het, teveel, van het vele te goed. Hè? Ik ga die sluiten. En heel simpel, dat toon ik nog even. Kijk, dan klik je gewoon op rekensprong plus. En dan zie je in de marge, kijk, slotjes staan. En ik doe gewoon het slotje dicht. En ik sla op. En ik ga gewoon sluiten. Nu staat rekensprong plus dicht. Ik ga dat nog eens doen. Rekenmaar ga ik ook sluiten. Maar ik ga iets leuks vertellen, Subit. Ik sluit heel rekenmaar af. Want voor de kinderen van één is het niet goed, hè? te veel hè? op het eiland. Hè? En ik wil gericht oefenen. En ik sluit. Subit log ik in als Simon. En Simon gaat dus die rekenmaar niet meer zien. En ook die, uh, die rekensprong plus niet zien. Maar het leuke is wel, methodes die ik afsluit... Denk aan: ik lees mijn Hub en Aap. Als je die zou afsluiten al, jij kan jij wel oefeningen vanuit die methode zelf nog gericht klaarzetten. Ijsbrekers is de methode van wiskunde die ik gebruik. Maar jij kan straks vanuit Rekensprong plus misschien toch nog iets klaarzetten, als het past binnen de ijsbergmethodiek natuurlijk. Goed, ging dat te snel? Geen probleem. Ik toon je sebbes. Heel. Ik toon het nu. Ik ga het nu tonen. Kijk. Want je gaat zeggen, ja, ja ho, dat is veel wat jij verteld hebt. Nu ik ben er ook zeker van. Ik ken al heel wat scholen die met ijsbrekers van start gaan, die bingel al goed kennen. Maar ik ga even tonen waar zit nu die handleiding die misschien, kijk, goed meevolgen. Hè? Je ziet hier mijn naam staan, je ziet mijn initialen staan. Naast mijn initialen zie je dat pijltje staan. Als je daarop klikt, krijg je de helpfunctie. En dan zou je hier kunnen typen hoe kan ik uh, afsluiten. Maar ik ga je gewoon, ik ga dat nu niet doen, ik ga even tonen waar zit nu een heel belangrijke handleiding. Kijk, hier vind je Bingelbeheer, Bingelbordboeken. Hier vind je, heel, hier vind je opeens handleidingen. Handleidingen. Kijk, en dan zie je staan. Oh, wat doet hem nu? Ah, ja, is goed. Dat was even weg. Kijk, en dan zie je hier deze staan. De meest gestelde vragen op Bingel. Print die gewoon af, want dan heb je echt een hele mooie handleiding met, in PDF met mooie screentjes. Hoe zet ik een taak klaar? Hoe sloten hem weer bepaalde zaken op het eiland af? Hier vind je dat. Dus ik ga het even nog eens doen. Waar vind je dat? Kijk, naast jouw initialen ga je naar de helpfunctie en dan moet je daar maar Je kunt ook iets intypen, hè? En je ziet ook dat zijn de topartikelen, maar dat is belangrijk. Dus zo kan je ook naar die handleiding gaan. Oké, ik denk dat ik hierom ben. Want dan rest mij nog, maar ik ga het even wat afsluiten hierbovenaan allemaal die tapjes. Dat zijn al die borboeken die ik afsluit nu. Maar ik ga nu als kind inloggen. Ik had je beloofd als kind inloggen. En ik ga dat ook doen. Ik ga even kijken als leerling inloggen. Ja, ouder staat er ook bij. Hè? Maar dat ga ik niet doen. Ik ga leerling spelen. En ik ga een leerling spelen, die Simon, kijk, Simon heeft al, hè, ik, ben, ja, ik ben bezig geweest op die PC als Simon, en ik ga gewoon inloggen als Simon. Kijk, Simon hè, kent dat wel, dan moet hij zijn wachtwoordje nog invullen, hè, dan moet ik even nadenken. Voilà, Simon logt in. Kijk, en dan zie je, het is, ja, ik ga het even bespreken, want het ziet er iets anders uit dan vorig jaar. Kinderen zullen dat allemaal heel vlug vinden. Kijk, je ziet hier, ik ben Simon Anteunus. Je ziet ook, want, want vroeger stond die Ping-Ping en de oefeningen stonden mooi in het scherm. Nu zit dat gewoon hier. Kijk, kijk. Simon heeft 129 oefeningen gemaakt, Hij heeft 350 Ping-Ping verzameld. En heel leuk, veel beter dan in het verleden. Ja, ik geef feedback, maar waar staat die feedback? Gaat dat kind zeggen. Hier. Hier zie je meester Dirk, Hij, die heeft dat ge <klui> gegeven. Vorige week, je bent een superhulp. Dus die feedback kan het kind ook heel gemakkelijk vinden. Net zoals we een mailtje ontvangen, kan dat kind ook zien: ah, er is een boodschap voor mij. Soms ook een boodschap van Bingel. Goed, ik ga terug gaan naar mijn startscherm. Kijk, het kind kan vrijblijvend gaan oefenen. Dan klikt hij gewoon op het eiland. En dan kan hij, en dan zal je zeggen, waar is die knop nu van? Kijk. En dan zie je de methodes komen. Hè? Maar dat verdwijnt. Dan kan je even weer oefenen. Ah ja, ijsbrekers zitten hier. Kijk, hier zit hem. Ah, gezien? heb je het gezien? Rekensprong plus en rekenmaar staat niet meer op het eiland. Hè? Maar ik kan wel oefeningen klaarzetten. Hè? Zo kan je het eiland wat vereenvoudigen. Ik kan op ijsbrekers klikken, kijk. Voilà. En dan zie je al, alles zit er nog niet in. Maar je ziet bij het eerste boekje, de drie blokken, allemaal oefeningen. Ik kan dus even klikken, kijk. Voilà. En dan zie je ook de oefeningen bij het eerste blok. Je merkt ook dat oefening 1 staat een vinkje aan, ook bij oefening 10 en bij deze ook. Dat wil zeggen dat de leerling die al een keer gemaakt heeft, mag hij die nog maken? Tuurlijk mag hij die nog maken. Zoveel hij wil. Hij mag oefenen zo vaak en zoveel hij wil. Dus op die manier kijk heel eenvoudig volgende kind gaat oefenen. Voilà. Komt hem erdoor, hier zijn we ze. Luister naar het aantal enzovoort. Maar kinderen zijn er vlug mee vertrouwd. Trouwens, jij ook, als je met Bingal al gewerkt hebt, weet je hoe dit werkt. Ik ga even terug naar mijn menuke gaan. En ik ga even, 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 terug gaan. even naar hier gaan terug. Voilà. Nee, ik ben fout. Ik ben even fout. Eventjes. Even afsluiten. Ik ga die oefening niet maken. Ik ga even sluiten. Voilà. Oei. Ik denk, ja, gelukkig. Ik heb het juist gedaan. Dus hier zie je ook, voor mij is het ook af en toe nog een beetje zoeken in het nieuwe uh, interface. Ik kan gewoon terug naar het startscherm gaan, want ik wil je tonen dat die taken erin staan. Kijk. Want hier zie je alle taken mooi opgesomd. Nu, wat zijn, die, wat zijn die cijfers erbij? Drie. Ik wil zeggen, nog drie dagen de tijd. Als het naar één gaat, dat was vroeger trouwens ook, maar het is iets anders van look and feel, dan staat er straks één en dan wordt het in het rood gekleurd. Dan moet die taak vandaag gemaakt worden. En zo zie je ook, ik ga naar die twee taken van ijsbrekers kijken. Dit is die taak die ik reeds had gemaakt. Dit is de taak die ik vandaag heb gemaakt. Het kind kan zeggen, ik ga er vandaag al aan beginnen. Klik. En dan kan hij beginnen. Je ziet, ik had vier oefeningen geselecteerd in die taak. En dan kan het kind gewoon zeggen, hoppa, ik ga beginnen aan de eerste. En je weet allemaal heel goed, hè, onderaan, die bolletjes. Je weet, een kind krijgt altijd twee kansen. Als het geen ja-nee-vraag is natuurlijk, dan is het maar één kans. En dan gaat het altijd, oftewel groen, oftewel oranje kleuren, hè, de tweede keer, oftewel rood. Hij krijgt ook hulp. Hè, je weet die hulp vanuit die avatar. Ik kan nu geen oefening volledig maken, iedereen is daarmee vertrouwd, maar op die manier werkt dat concreet. Oei, probeer het nog eens. Voilà, ik heb dus niks gedaan, maar ik ga het hier even terug afsluiten. Opnieuw, voilà, maar ik ga even... Voilà, ik ga dat weer sluiten, voilà. Ik ga die niet maken. En als dat kind die ene taak volledig gemaakt heeft, dat ene oefeningetje uit die taak, dan verdwijnt dat ene. Dan heeft hij er nog maar drie te maken, drie oefeningen. Zo, op die manier werkt dat. Moet ik nog iets tonen? Ja, die avatar misschien nog wel. Je ziet onderaan, hè, ik ga even onderaan de icoontjes bespreken. Je ziet startscherm, zoals ik begonnen ben. Je ziet het eiland. Waar zijn die methodes? Kijk hier, dan zie je die. Dan ga ik gewoon terug naar het volgende, taken. Dan krijg je heel mooi de taken allemaal, kijk. De taken en overzichten. Dan krijg je hier, boekenkast ga ik niet doen. Dat gaat me te ver brengen. De avatar wel. Kijk, de avatar, ik kan, dit is de avatar die dus ik gemaakt heb momenteel. Maar het kind kan die avatar, maar daar weten ze alles van, mensen. Dus die kan die avatar ook veranderen. Hier zit het verhaal ook wel leuk, kijk, het verhaal. Leerkracht kan er ook heel mooi volgen. Van kijk, we kunnen er al mee beginnen. Hè. Je kunt dat verhaal beluisteren. Altijd een bepaalde competitie met de klas, niet individueel, maar met de klas. Een bepaalde competitie zit erachter. En hier heel leuk de spelletjes natuurlijk. Hè. Natuurlijk, je ziet ook altijd dat een kind daarvoor ping-ping nodig heeft. Nu, Simon, die heeft al wat ping-ping. Die zou kunnen zeggen: de spelletjes zijn altijd heel kort zijn heel motiverend, maar ook heel kort, en die ping ping verdwijnt dan als het spelletje gespeeld is. Als de ping ping op is, zegt men ook ah, alles is op. Hè. Terug oefenen om weer ping ping te verzamelen. Maar de meesten van jullie kennen dat. Ik denk dat ik alles getoond heb. Goed, dan zijn we volledig rond met het verhaal Bingel. Zijn er vragen, mensen? Stel die, die kan je nu nog stellen. Kunnen we eventueel zo biedt op inpikken in het laatste deel van ons uh, online verhaal. Uh, die kunnen ook nog later gesteld worden. Is Bingel toch nog een beetje onbekend voor jou? Ik heb het al verteld. Er zijn genoeg mensen bij van in die dat op school kunnen komen doen. Maar ook die startsessies eind september, of beter gezegd, die Bingel Academie. Schrijf je daarop in. Je gaat die melding zien staan bij de mededelingen. Dan kan je je gewoon Inschrijven. Goed, ik zou zeggen, ga iets halen om te drinken. Ik ga me moeten verplaatsen naar een andere uh, ruimte om dan ook met jullie en met uitgever Geert de vragen te bekijken. Tot zo bied! Danny. Bedankt voor deze heldere toelichting. Welkom hier bij mij aan de stand. 22 jaar bij Vanin vandaag. Absoluut. Met het ongeëvenaard enthousiasme, zoals je net deze presentatie hebt afgewerkt en hier weer al samen met mij klaarstaat om nog een paar vragen te beantwoorden. We gaan er nog een kleine lap op geven. En straks kun je dat gaan wegklinken. Met hem? Die flinke duvel. Oké, okay, die staat klaar voor jou. We gaan nog even terugkomen op een aantal vragen die uh, misschien. Uh, in de sessie niet gesteld zijn, maar die bijvoorbeeld ook op onze Facebookgroep al een keer zijn gepasseerd. Um, een vraag die vaak terugkomt: Danny: uh, ik vind de evaluatiematerialen niet in bingel. Hoe komt dat? Ja? Goed, ik heb al een paar keer gezegd, maar voor de herhaling is nooit slecht, het herhalingsprincipe. De Leerlingen moeten in Bingel zitten. Dus vraag aan je beheerder om zo vlug mogelijk de leerlingen in Bingel op te laden. Dan ga je dus ook het eiland als tegel zien staan, maar ook de differentiatiemodulen en ook de evaluatiemodulen. Ik weet, soms gaat nog een leerling veranderen van school of zijn de klaslijsten niet compleet. Probeer het toch zo vlug mogelijk in orde te maken, mensen. Dat is dus het antwoord, Geert, een vraag die ook heel vaak terugkomt en ook op mail al vaak gesteld werd. Waar vinden we de lesdoelen? Alle lesdoelen staan per les in de handleiding. De lesdoelen zijn ook letterlijk, zoals je ze in de cahiers terugvindt, in de handleiding opgenomen. In de loop van deze week plaatsen we de lesvisjes nog in Bingel Planner. Als je als leerkracht in Bingel inlogt, dan heb je die verschillende tegels op dat blauwe scherm. Eén van die tegels is Bingel Planner. Daar ga je dan de collectie lesdoelen of lesfiches van ijsbrekers begin volgende week, zal ik zeggen, kunnen downloaden. De concordantie met de leerplandoelen die is door de koepel op dit moment nog niet helemaal volledig afgerond. We gaan die in de loop van september en oktober geleidelijk aan ook aan die lesfiches toevoegen. Dus ook daar kan je je ondersteund weten. Het jaarplan staat momenteel al bij de downloads in Bingel. Danny heeft je er straks gewezen bij de downloads. Ga maar eens rustig nog, nog kijken. Al die rubriekjes aanklikken. Bij de rubriek Algemeen vind je het jaarplan terug. Of de suggestie die wij in ieder geval hebben gedaan voor het jaarplan. Uiteraard is het een werkdocument waar je zelf met je team aan werkt. Danny, er is ook een vraag die op het Facebookgroep was gesteld. Er moet nogal heel wat gekopieerd en gelamineerd worden. Is dat eigenlijk wel ecologisch verantwoord? Ja. We hebben getracht om het aantal kopieerbladen te beperken. Dus over de... Ik heb ook gezegd straks, probeer ook af en toe zaken weg te vinken. Lamineer zaken, dat ze ook meerdere keren gebruikt kunnen worden. Op die manier ga je zeker aan vast ook. Materialen kunnen, het stond er ook vaak bij. Hergebruiken. Dus ik zou zeggen: kopiëren, lamineer zoveel mogelijk, doe het een duurzaam, zou ik zeggen. En ook in die evaluatiemodule, ga niet elk blad willen afprinten, probeer ook daarin selectief te zijn om het kopieerwerk een stukje te beperken, Geert, zou ik zeggen. Ja, en dan nog een klein praktisch aandachtspuntje. Wanneer zijn de werkschriften C en D alweer klaar? Rond de herfstvakantie, normaal ga je die hebben voor de herfstvakantie C en D, ook de aanvullingen in je bordboek. Je hebt gezien, in het bordboek zat enkel werkboekje A en B. Straks ga je ook C en D daar zien. Je gaat ook zien dat A en B nog aangevuld wordt in de evaluatie- en in de differentiatiemodule. Maar de werkboeken C en D mag je verwachten tegen de herfstvakantie. Ik hoop dat je A en B wel al gekregen hebt. Anders, nog even geduld en even verifiëren, zijn die wel besteld. Hè? Dus op die manier... Uh, handleiding die is ook op papier beschikbaar. De meerderheid van scholen gaat kiezen voor de digitale versie. Ook daarin zou ik zeggen, om het kopieerwerk te beperken. Niet iedereen gaat die papieren versie willen afprinten. Sommigen hebben een tablet, sommigen gaan uh, die handleiding een stukje lezen en weten ook wat verwacht wordt. Maar de handleiding op papier is beschikbaar in januari. Er gaan ook correctiesleutels nog zijn van de ingevulde werkboekjes. Maar ik zeg nogmaals, ze zijn voorzien bij de downloads, dus je hebt ze in C niet nodig. Dank je wel, Danny. Geert, ook nog een vraag. Iemand vraagt hoe de zorgleerkracht extra ondersteuning kan bieden bij ijsbrekers. Ja, je hebt er straks al heel wat uitleg gegeven bij de differentiatiemodule. Je kan natuurlijk als klasleerkracht heel goed in samenspraak met je zorgleerkracht een team vormen. Dat weten jullie als geen ander. Je kan tijdens je lessen de zorgleerkracht bijvoorbeeld mee laten volgen. Daartoe hebben we de klassikale, maar ook de individuele observatiefiches. Je kan de zorgleerkracht verlengde instructie laten geven. Alle instructie staat heel duidelijk uitgeschreven in de handleiding. Bekijk dat samen en spreek onderling af wie wat voor zijn rekening gaat nemen. Je zag al dat op basis van de toetsresultaten een verrijkings- en remedieringsvoorstel op Bingel tevoorschijn komt. Daar kan je natuurlijk ook eerst ook nog eens met de zorgleerkracht over praten. Welke remedieringsblaadjes of welke verrijkingsbladen geven we al aan een bepaalde leerling? Spreek dat samen af. Gebruik de materialen die in Bingel voorhanden zijn. En je gaat zien dat je een heel eind gaat komen. En natuurlijk is er ook nog jullie eigen professionalisme wat bijdraagt aan. Een goede lesomgeving, een goede leeromgeving voor jullie leerlingen. Zo, goed, Geert, ik denk dat we rond zijn met de vragen. Er waren niet veel vragen. Ik vermoed dat we heel duidelijk geweest zijn in het verhaal en dat ijsbrekers echt gesneden brood is om echt mee aan de slag te gaan. Rest mij nog even de slide te gebruiken om even te laten zien op welke manier we je in de loop van het schooljaar ondersteunen. Goed mensen, zoals je kan zien ondersteunen we jou doorheen het hele schooljaar. Wat ik zeker zou voorstellen is jou om jou sowieso lid te maken van onze Facebookgroep sowieso. Je ziet ook staan Bingel Academie. Ik heb straks al verteld. Als het verhaal van Bingel misschien iets te vlot of iets te, ja, misschien voor jou nog een stukje wazig is van, oh welke mogelijkheden biedt Bingel aan, volg dan ook zeker sowieso die uh, uh, Bingel Academie. Zeker ook jouw uh, uh, de website zeker bekijken www.ijsbrekers.be en heb je vragen er is een specifiek e-mailadres mensen ijsbrekers@vanin.be stel je vragen daar dus drie dingen die je moet doen zeker je lid maken van onze Facebookgroep stel je vragen altijd via ons gekend e-mailadres ijsbrekers@vanin.be en uh, zeker de uh, Bingelacademie volgen, moest je toch nog in Bingel je willen vervolmaken. Geert, ik denk dat wij helemaal rond zijn. Ja, dat klopt, Danny. Nogmaals heel erg bedankt om deze sessie te leiden. Ook heel veel dank aan Juf Sophie, die Absoluut. extra veel moeite heeft gedaan om niet alleen heel veel lessen van ijsbrekers te schrijven, maar ook jullie doorheen een les te nemen. Alle dank ook aan de collega's die ervoor hebben gezorgd dat alle materialen klaarstaan. We wensen jullie een heel fijn werkjaar met ijsbrekers, een heel fijn leerjaar met heel weinig coronazorgen en heel, fijn, heel veel lesplezier. Bedankt en tot de volgende keer. Oké, okay. heel bedankt ook alvast.